wij vonden het ook belangrijk om iets te doen wat gewoon er nog niet was en waar we onszelf lekker bij voelden. Dat was wel echt de basis. Graphite is eigenlijk ontstaan eigenlijk door de plek waar we zitten. Er zat vroeger een oude diamantslijperij in. Dat linkje vonden wij mooi. Het is donker, het is mysterieus. En wij vonden dat goed passen, ook omdat het moet wel een verhaal hebben. Zo'n grote stad als Amsterdam, dat is ook exact de reden waarom wij hier naartoe zijn gegaan. Het bruist, het leeft, het is dynamisch en dat is voornamelijk de reden waarom je dan iedere dag met veel plezier wel de oversteek maakt. En dat geeft energie. Koken is, het is ook gewoon een proces waar je doorgaat. Ik bedoel, je begint op een bepaalde leeftijd met iets en dat moet ook rijpen. En als je jong bent, ben je heel erg op zoek naar een eigen stijl. Dat gaat 9 van de 10 keer echt niet goed. En op een gegeven moment merk je dat daar wat meer rust in komt en dan komt dat wel vanzelf. Nou ja, toen wij die Michelinster kregen, toen waren we 2 jaar bezig, waren we 24. Nou, en dan krijg je een Michelinster en het eerste wat er bij mij naar boven kwam was echt pure angst. We waren er gevoelsmatig helemaal niet klaar voor. Die waardering altijd puur persoonlijk gezien. Ik ben er niet anders van geworden, ik heb er niet anders door geprofileerd. Ik vond het gewoon vakmatig, vond ik het gewoon een fantastische erkenning.